Mijn naam is Rick-Jan, ik ben toezichthouder bij de provincie Flevoland. Nou, ik ben Nick, ik ben toezichthouder bij de provincie Flevoland. Bij de provincie Flevoland werken we met 20 toezichthouders, verdeeld over 3 rajons. Ik heb de verantwoording over een aantal wegen binnen de Noordoostpolder. En die schouw ik dan of die verkeersveilig zijn of dat er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan op die weg. En daarnaast heb ik nog een jaarlijks onderhoudsbestek waar ik toezicht op hou, zoals sierbeplanningsbestek. En ik pak voor de Noordoostpolder gedeeltelijk de kabels en leidingen en ontheffingen op. Wat mij aanspreekt in de functie is dat we dienstbaar zijn voor de burger, ja, zodat deze kort gezegd vlot en veilig door Flevoland kan rijden. Om de 7 weken draaien we een calamiteitendienst. Dat is 7 dagen van donderdag tot donderdag, 24 uur per dag. Dat is wel een belasting, maar ook wel mooi. Dat je in je eentje verantwoordelijk bent voor een gebied. En op dat moment ben ik de ogen en oren van de toezichthouder. En mag ik beslissen wat de inzet is. Moeten weggeveegd worden? Moeten de bomen weggezaagd worden? Moeten gestrooid worden? Ik kan me nog wel goed in een situatie herinneren toen met de storm vorig jaar. En toen zijn we toch als team de hele nacht bezig geweest om te zorgen dat de wegen weer begaanbaar werden. En dan merk je wel dat dat best wel bijzonder is dat je dat als team kan oppakken samen. En dat je toch aan een goed eind kan leiden. De skills die een toezichthouder zou moeten hebben naar mijn mening is proactief zijn, dienstbaar voor de burger. En ja, toch stevig in zijn schoenen staan. Wanneer we een weg af moeten sluiten en die weggebruiker moet daardoor 5 minuten omrijden, dat kan soms wel eens vervelend zijn. Je hebt hele drukke periodes bij ons. En dat heeft meer te maken dan meer met aanleg van nieuwe wegen of met projecten die er lopen binnen de provincie. Nu krijgen we weer de oogsttijd binnen de Noordoostpolder. Dus veel modder op de weg, dus ook veel versmering en schades qua bebording langs onze wegen. Dan ben je daar weer druk mee bezig. Het werk als toezichthouder is dynamisch, actief. Je weet 's ochtends om 7 uur niet wat de dag gaat brengen en dat maakt het voor mij ontzettend aantrekkelijk. We zijn een hecht team bij de provincie Flevoland. Wanneer ik bijvoorbeeld bij een calamiteit kom en ik heb daar hulp bij nodig, kan ik gelijk een collega bellen en hij komt. Het is wel een werkgever waar je zelf ook een inbreng hebt als toezichthouder. Als je een bepaalde ambitie hebt, dat je die aan kan geven en waar ook wel wat mee gedaan wordt binnen de provincie. Dat ervaar ik als zeer fijn. Vind jij het belangrijk dat de weg- en vaarweggebruiker vlot en veilig door Flevoland kan? En wil jij mijn nieuwe collega worden, dan nodig ik jou uit om te komen solliciteren.